Welkom in jouw hartstikke van Friesland. Kom maar mij, dan zet iemand om jou in zijn litten. Wij beginnen je met de blokhuisporten. Van alle verzetsdieten in het Tweede Wereldkrieg waar de inbraak in een Ljouwerter Vinsnis op 8 december 1944 een van de wichtigste pronkstukken neemt. Zonder één schot te schieten namen 26 verzetshelden 51 Vinsenen uit de Vinsnis. Dit is het Paleis van Justitie, een griotsgebouw in Ljouwert. Het neoclassicistische gebouw uit 1851 is een ontwerp van Thomas Adrianus Romein. De voorgevel had in Corinthische beeldregeerderij en in fronton maar het Rijkswapen. Van stadsarchitect Romein is ook het beurs- en wagengebouw uit 1880. Op 6 februari 1919 weer er een grote brand in het Paleis van Justitie. Het Paleis van Justitie, aan de westzijde van het Wilhelminaplein, is een van de 12 locaties waar dit Griotshof van Ljouwert zit. Het oren Griotsgebouw is het hofkwartier uit 1994 van architect Abe Bonnema aan de zuidzijde van het Ceylon. Noordhoorn is een poppodium en zielencentrum aan het Ruiterskwartier in Ljouwert. Behalve voor evenementen wordt het gebouw ook gebruikt voor de creatieve opleiding D-Drive van het Friesland College. Stadsschouwburg de Harmonie is de grootste schouwburg en concertziel van Friesland. Het gebouw staat aan het Ruiterskwartier in Ljouwert. Het gebouw had 3 theaterzielen: de Egonsziel, de Friesland Bankziel en de Friesland Zorgverzekerersziel. In deze laatste kunnen ook congressen en gierkomsten gehouden worden. De Harmonie had nog 3 Lietzere Niveau Noordzielen voor gierkomsten en presentaties. En dan binnen er nog 2 grote foyers en een filmhuis dat het Centrum voor Film in Friesland in zit. De Harmonie is lid van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties. De Oude Hou is een lege kerkentoer in Ljouwert. De bouw werd in 1529 uiteindzet. Margaux zakken de toer skiën, maar als gevolg dat het project in 1532 of 1533 onvoltogen stilijn waard. Het historisch Centrum Ljouwert is het centrum voor informatie en activiteiten over de geschiedenis van Ljouwert en Ljouwert-Radiel. Het is in 2001 ontstaan uit het eerdere gemeentearchief Ljouwert en is het oudste stadsarchief sinds 1838 van Nederland. Het Natuurmuseum Friesland, dat in 1923 in Ljouwert opgericht werd, lag eertijds in het eerdere Nijstedsweeshuis, dat fungeerde als weeshuis van 1675 tot 1953 werd meer dan 300 weesberenwennen in de hegetijddagen. Het thema van het museum is de natuur van Friesland. 3 verdiepingen vol informatie, bijzondere bissen en planten, opdrachten, proefjes, speeltjes en orenfressingen nodig je uit om ontdekt te worden. De onverwachte wijze dat alles zo presenteren werd, had in en buiten de provincie al een prachtige waardering gekregen. Hier in mijn appartement of thuisstudio binnen al mijn versjes opnomen. Tenminste, de vocale sporen. Ik gebruik deze Zoom R16 Recorder Interface Controller en deze SE Electronics X1A Studio Bondel, bestaande uit in X1A, in RFX reflectiefilter, in isolatiepakket, shockmount plus popfilter en in 3 meter lange kabel. Ik kocht dit alles op advies van mijn muziekleraar Sander Gommans, die bekend is van onder oren de symfonische progressieve metalband After Forever. Nu ben ik in Steens, het dorp waar ik 4 dagen in de week werk. Wij beginnen met OBS Dient, in Ippenweren basiskwallen. Haar motto is Ondacht voor Elze Sprong. Ik weet net exact meer, zo'n hokker hier ik hier werk, maar ik zoet voor geen goudruilje willen. Kopieer je, lamineer je, sorteer je, computerwerk, hier is in stond te dwaan. Zij draag ik mijn steentje bij onder het onderwijs. De skallen besteedt uit verskate kamers, likas in grote hal met podium en verskate lietsere kamers die onder oren kunnen worden verhuurd voor geerkomsten enzovoort. Het gebouw had ook een gezellige foyer met keuken en bar. Verskate broekers maakten gebruik van dit limmendige gebouw met zijn protte mogelijkheden. In onder ronden worden hier toch permanente broekers, boppen dat binnen ronden te hier. Oerdij vieren meiwerkers van wil de bestuurlijke taken uit. Daarnaast is het doel dat dit gebouw jongens en in de weekenden
door vrijwilligers Rinne Seel onder leiding van het management van Stichting De Skalm. Mijn goede vriend en muzikale collega Ben de Ruiter ben het hier ook. Hij is echt de gast op deze special. Ik moet hem voor het eerst doet ik nog werken bij de copy- en postwinkel De Paperclip. Doe voelen wij uit in oor, want ik in per jaar letter ontduits dat hij werken ons in eerste album. Ik vreeg hem voorten dadelijks als ik als componist mij dwaankoe. Dit resulteren in het twee versjes, vroeger en een artiestenleven, waarvoor Ben de teksten schreeuw. Tegeren wienen wij van maart 2016 tot 31 december 2017 en van 1 januari 2020 tot 3 augustus 2020 het zongduo Ben en Ruurt. Wij breken terug met je simmersingle Bailar Bailar, doet de bijbeherende videoclip meer als oordeel miljoen keer besjoen waard op Dumpert. Daarna volgen er ook nog videoclips van onder oren Kijk uit naar morgen, From Zero to Hero en Que Viva la Vida. Spietiger nog voelen wij ons uiteindelijk in protte dingen voor elkaar te besluiten. Dus om ons vriendschap van lijn te houden, besluiten wij terug te gaan als soloartiesten. Nou, dat was het dan. Een kijkje in mijn dagelijkse leven. En ook over hoe Ben en ik elkaar hebben leren kennen, hoe we met elkaar gingen samenwerken. Hopelijk was mijn Fries niet zo heel erg slecht, want het is niet mijn moederstaal. En nou ja, maar goed, hopelijk heb ik jullie ervan genoten. En geniet verder van deze special. Later.